Hallo mensen! Dit is Disney's Aladdin op de Super Nintendo. Wow, Super Nintendo. Ja, ken jij de Super Nintendo? Ken ik de Super Nintendo? Nou, ik wel. Jij ook. Huh? Dat is Robin Williams op de achtergrond. Zie je dat? Maar maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. Ik heb trek in een koekje. Ah, tomaten! Oh, shit. Jij ook Abu van me? Dat zijn appels. Woe! Oh, het zijn appels? Ja, en je hebt er 7 nu. Maar moeten ze niet eten in plaats van ze weggooien? Nee, je moet ze gooien. Want je bent een straatrat. Vieze, vuile zwerver ben je. Ja, en blijkbaar zijn appels dus niet goed genoeg voor je of zo. Dus die gooit ze weg. Je weet wat ze zeggen. Eet niet te veel suiker, een appel doet een appel. Anders word je kaal. Een appel a day keeps the doctor away. Ja. Dat zeggen mensen in Nederland toch niet? Nee, dat is ook echt een uitspraak die helemaal niet werkt. Ja, soms zie je die Jezus man, echt. Ja, openmaken. Maak het wel open. Heel goed. Maar goed, over Aladdin. Ja, daarboven even. Heel goed. Wow, dat is wel echt Prince of Persia. Okay, en nu springen. Letterlijk. Naar links. Ja. Heb je al het kleedje? Nee. Oké, hier moet je dat kleedje gebruiken. Nou, okay. Maar, waar zit hij hierin? Oh ja, wel gelijk pakken, want er komt zo'n ding uit. Pak hem. Pak hem! Jongen! Ja, wacht even. Oh, heel goed. Oh, wow. Wow. Dat zegt hij als hij geraakt wordt. Wow. Oké, heb je wel eens dat je met mensen Mario speelt en normaal gesproken niet zoveel gamen? Dat ze gewoon niet willen begrijpen dat je rennen ingedrukt kan houden om verder te springen? Ja, klopt. Maar ja, heb je wel eens mijn moeder Mario zien spelen? Nee. Ze hebben dat nog nooit gedaan, dus ik kwam af hoe dat... Oh, wow. Zal ik dat gewoon een nieuw ding doen, maken? Mijn moeder speelt. Ja, mijn moeder speelt. Wow! Nee, die moet je hebben, man. Je kan al die rode dingen verzamelen en krijg je een iets ander einde, maar het slaat helemaal nergens op. Krijg je dan de good ending? Ik weet niet. Maar we doen het zo. Kelvin die begint met level 1 en ik doe level 2 en dan... Was dit level 1 trouwens? Dit was level 1. Het is level 1 part 1 of zo, toch? Oh, oké. Okay. Je hebt gewoon een level. Press een button. Okay. Of press button. Zo. Ja, gewoon een knop. Ook de power knop. Oké, deed je vroeger ook altijd als je dan... nog een keer een button... Als je dan een game speelde, dat het dan stond... Don't touch the power button. Dat je dan het ging aanraken. Zo. Druk het opeen. Nee, ik vond het altijd doodeng. Ik durfde dat echt niet. Weet je, niet dat ik het ging indrukken, maar dat ik het dan aanraakte. Oeh, weet je. Kijk. Oh, jammer. In-up. Yeah. Yeah. En niet dat je die echt nodig hebt. Het spel is vet makkelijk. Die arm was... Is dat nu act-time? Maar heel veel mensen, als je zegt van het Aladdin-spel, dan zullen heel veel mensen zeggen... Oh ja, dat spel op de Sega Mega Drive. Op de Sega? Op de Sega Mega Drive. Mega Drive. Of op de computer. Nou, ik speelde dus de computerversie. Oh, en dat spel is dus van Virgin Interactive. Gemaakt door Steel Virgins. Ja. Echt zo'n allemaal maagden die een bedrijf begonnen. Hé, je hebt het kleedje nu. Is dat het kleedje? Ja. Ik dacht je bedoelde met het kleedje bedoelde het vliegende tapijt. Maar goed, heel veel mensen zeggen dat het CK-spel beter is. Nou, op zich... Wow, kom. Jongen. Sorry. Moet ik nu? Nee, jongen, het lijkt me wel. Oké, maar... En voor mensen die zeggen dus van dat is een superieure versie. Want je hebt een zwaard. En, oh ja, en alle sprites in dat spel, die werden ook gemaakt door de animatoren van Disney. Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat zijn echt cels. Het zijn allemaal cels. En die zijn allemaal digitaal ingescand. Ja, was het niet dat de Disney-tekenaars die animaties hebben gemaakt? Ja, speciaal voor het spel. En dat zeiden ze dan, dus de gamepersonen in het spel. Ja. Sorry? Dat de mensen die game maakten, die versions in het spel deden. Oh, what the fuck? Wat was dat? Waar heb je het over? Laat maar. Dat die versions in het spel deden. Ja, die mensen van de Virgin. Kijk uit. Een ton. Oh, ik dacht die op z'n hoofd van. Nee, jammer hè. Nou, dit is beetje, Disney. Een beetje jammer dit. Dit is Nintendo. Donkey Kong zit. Oh, god. Ik vind het wel leuk, alleen in de controls wel een beetje stroef. Ja, maar het woord. Ik vind dit meer een soort van Assassin's Creed spel. Zeg maar, of meer een Prince of Persia Aladdin spel dan de Sega versie. Want dat is veel meer slaan en zo en platforming. En dit is heel erg van boep, je gaat van ding naar ding naar ding. Ja. Wow. Het ziet er ook anders uit hè. Tenminste, het is meer Capcom-y. Ja, het is ook door Capcom natuurlijk. Het lijkt me op dat Mickey Mouse spel te spelen. Ja. En minder op. Zo voelt het ook een beetje. Alleen je kan hier wel rennen, dus dat is wel een voordeel. Ja, dat is niet zo tergend traag. En je hebt heel erg dit, hè. Dus die... Woe! Ja, dat parcours is wel leuk op zich. Nee, dat rode ding pakken? Of ja, het... kan, maar met het kleedje. En dan weer terug. Ah ja, dus ik vergeet dat ik het kleedje had. Aboe spelen. Hij zegt zo gewoon... Woe! Kijk, nu komt hij erbij en dan pakt hij gewoon een appel van jou. Kutaap. Oh ja, de Irate Gamer, ken je die? Die heeft dus... Oh, die ken ik wel. Ja, heb je de review van dit spel gezien van hem?
Nee. Dan heeft hij dus zo'n running joke dat zeg maar Abu, dat hij een klootzak is, want hij pakt ook eens een appel van je appelstash, zeg maar. En dan heeft hij het zo gemonteerd dat hij zeg maar rechtsboven dat hij dus telkens naar beneden zakt als hij dus een appel eet. Maar dan blijft hij dus gewoon doorgaan. Wow, hij maakt een grapje dat werkelijk grappig is. Ja, maar, hoe kan het? Ja. Ja, maar meer van hij gaat er te lang over door. What an asshole! En dat is... What an asshole! Wat vind je van het kasteel? Ik vond het kasteel altijd best wel cool, van alle dingen. Ja, alleen ik vind het wel een beetje... Oeh, allemaal, ja. Zie je al die lagen? Ja. De stad? Dat is wel cool. Hoe noem je dat? Parallax? Parallax scrolling. Godverdomme. Oké, speel jij maar. Jij zuigt een beetje. Pak er geen reet. Ga je maar lekker over jouw ervaring met Aladdin praten. Goed, ik vind Aladdin een leuke seksuele ervaring. Even kijken hoe... Oh ja, okay. Aladdin is een leuke film. Aladdin is een leuke film. Maar ik moet toegeven dat ik hem al jaren niet meer heb gezien, dus ik... Nou, ik zou hem ook niet kijken. Het is niet waard. Het is niet waard? Ik ga hem niet eens doden. Sorry, ik ga mezelf nu doodmaken voor deze film. Zie je, ik kan zo doorgaan. Dat is wel cool in deze film, vind ik. Het is een soort van... Het moet echt even flow. Je flow. Ja. Je krijgt hem niet cadeau. Maar het is wel een beetje dat... Als het de controls op een beetje speelde, meer zoals Mega Man, dan was het denk ik wel iets beter. Mega Man speelt zo strak, dus dat is zo lekker. En Jump dit... and Shoot Man. Jump and Shoot Man. Ja, deze heeft een beetje het idee van, oké, het is een beetje stroef. Want ik echt idee ze willen flowy overkomen, dat wel. Ja, maar dat werkt een beetje tegen, want dat heel veel van die Super Nintendo spellen, vind ik, dat ze meer bezig waren met, wow, kijk hoe coole animaties we kunnen maken, in plaats van... Dat is wel waar. Of het zeg maar, of het echt vloeiend is. Of hoe zeg je dat, of het echt snel is. Dat is een beetje jammer. Kijk maar nog aan, joh. Weet je? Dat was Dragon's Lair op de NES. Dragon's Lair. Waar dat dan, waar je zeg maar, als je dan springt en je stemt van, wow, je moet eerst bukken en dan springen. En dat doet dan fucking 80 frames. Is het zo? Ik heb een persoonlijk vendetta tegen. Woehoe, aboe. Woehoe. Yeah. Wow, nice. Je ging iets te snel voor het scherm. Ja. Iets te veel... Het scherm zegt, Sludo. Iets te veel blast processing. Oh, zei je nou dat de Super Nintendo ook Blast Processing heeft? Ja. Yeah. Met zo'n... Weet je trouwens hoe traag de interne klok is van de SNES? Interne klok? Ja, de kloksnelheid, zeg maar. Van de processor. Niet Blast? Ja, om het in perspectief te geven, zeg maar. Want dat was... Voor de mensen die het niet weten, de Amerikaanse marketing voor de Mega Drive of de Genesis in Amerika. Genesis does! What Nintendo? 16-bit Michael Jackson power. Michael Jackson, oké. Okay. Hij zit in die reclame, hè? Volgende game, Michael Jackson's Moonwalker. Oh, die heb ik. Die moeten we spelen. Ik heb hem voor de Sega Master System en voor de Mega Drive. Oké, niet letterlijk de volgende keer, maar nee. We gaan die sowieso een keer spelen, want dat is een vet spel. Ja, want je kan auw doen. Je kan auw! Nou ja, misschien niet zo erg, maar... Een broodje. Een broodje. Eén brood voor de bakker, één brood van de bakker. Oh, bos. Dat is mijn sled. Laat hem met rust. Dat is mijn sloer. Wat sled. Oh. Huh. Wow. Gewoon een appel tegen zijn bakkes. Boom. Oh, ik dacht ik knalde. Appel. Hier. Dat vindt hij niet lekker. Kijk, Abu helpt. Ja, oh, je helpt heel erg. Hier. Bedankt. Ja, kom dan. Stomme aap. Ja. Je moet dan op hem zo springen. Ja, maar niet als hij zijn zwaard omhoog heeft. Fuck. Dat was altijd wel makkelijk. Ik ben zo goed in dit spel. Ja, maar hij doet een soort aanval. Dan gaat hij zo... Tic, 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 tic. Ja, nu en dan... Oh, shit! Action. Maar ik heb het gevoel alsof ik dat muziekje ook in een ander spel gehoord heb. Dat... Rap. Nou, ik moet wel zeggen, de Mega Drive versie heb ook meer gewoon echt liedjes uit de film. Veel meer. Dit zijn meer originele werken. Wat op zich ook wel cool is. Maar ik vind... Oké, als het zeg maar niet klopt op de achtergrond speelt. Origineel. Want weet je of je wel eens de Simpsons hebt gespeeld op de NES? Ja, met je Simpsons. Maar dat is tergend. De hele tijd hoor je dat fucking Simpsons liedje in de achtergrond. Dat is zo irritant. Is gewoon het intro liedje bedoel je? Ja. Serieus? Dat is het enige liedje wat in het spel zit bijna. Kom maar. Elk level heeft dat muziekje. Kijk, dat moet je doen. Dus... Oh. Wow, dat ziet er cool uit. Het lijkt op een Street Fighter move. Yeah. Hij kan zo in Street Fighter. Well, I like some pancake! Abu, hou me vet vast. Sonic Boom! Wow, wat is dat? Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom! Sonic Boom! Yeah. Hij is dood? Yeah. Ik ga even snel naar mijn sletje toe. Oké, dit is grappig. Kijk, Aladdin heeft meer frames animatie dan... Jasmine, dus daarom loopt hij voor haar. Wow, die animators waren zo seksistisch. Ze gaven de vrouw gewoon minder frames. Wauw. Hey, dus wie is dat? Wie is wat?
Die voorbij kan vliegen, bedoel je? Ja. Ah, dat kon ik niet zien. Dat was Robin Williams. Oh. Als de geest. Als. Starring. Oh, gosh! Trouwens, ik begon net over de Simpsons, maar die gast die Homer insprak, sprak later ook die geest in. Omdat... Donut! Nee, maar omdat Robin Williams werd boos, dus toen wilde hij niet meer dit doen. Oh. Wist je dat niet? Wie? Die moesten... In de Amerikaanse versie bedoel ik. Hmm. Ik spoel het even door hoor. Moeten we dit voorlezen voor onze kleine kindjes? Iedereen heeft toch fucking Aladdin gezien? Dit is 16 plus. Nou, weet je wat? Dit level doen we lekker in de volgende aflevering. Oké, doei. Okay. Doei.